Hallo allemaal en welkom bij deze tuinvlog! Oh jongens, de loungechat is binnen. We staan uiteraard nu nog in de woonkamer. Waar jullie op de blog al volgens mij heel veel van hebben gezien van ons huis. Maar we hebben natuurlijk ook een nieuwe tuin. Toen we het huis kochten wisten we eigenlijk al meteen. De tuin is een doorn in ons oog. En die willen we heel erg graag gaan aanpakken. En dat gaan we deze zomer doen. En we nemen jullie mee. Maar we gaan natuurlijk nu naar buiten. En dan ga ik jullie laten zien hoe de tuin er nu uitziet. Van deze beelden, maar jullie hebben toch een hartstikke leuke tuin. Dat is ook zo. We hebben er uiteraard geprobeerd wat leuks van te maken. Maar we vinden dat we gewoon te weinig leefruimte hebben. De vijver bijvoorbeeld hier neemt heel veel ruimte in beslag. Ik zal hem even scherp stellen trouwens, want daar heb je zo natuurlijk niks aan. Dus de vijver hier die neemt gewoon heel erg veel ruimte in beslag. En we hebben heel veel planten en er zit heel veel grind en borders. En dat vinden we gewoon heel erg jammer. Dus laten we gaan kijken naar de plannen die we hebben en hoe het eruit gaat zien. Dit zijn de ontwerpen die we hebben gemaakt voor onze tuin. Dit was in eerste instantie het allereerste plan. Dit is gewoon echt een ruwe opzet van wat we ongeveer willen. Onze tuin heeft zoals je ziet een beetje een gekke bolling. Hij is wel heel erg groot. En we willen de ruimte optimaal benutten. Dit is onze serre, dus je loopt hier de tuin in. En dan willen we twee leefgedeeltes creëren. Dus we gaan hier een terras vormen met mooie beplanting en een haag. En een doorgang naar het tweede gedeelte. Waar dan twee mooie schaduwdoeken komen te hangen. En daar kan dan de jacuzzi heel mooi onder komen te staan. Dus dit was het plan waar we mee zijn begonnen. En dat hebben we langzaam uitgebreid. Toen hebben we uiteindelijk een tweede plan gemaakt. Dat we dus een soort van terras gaan creëren met een houten vlonder. En dan met grind eromheen en tegels achter. En uiteindelijk vonden we dit ook al heel tof. Maar we hebben het uiteindelijk nog verder uitgebreid naar dit plan. En dat zit als volgt in elkaar. We krijgen dus heel mooi grind in de tuin met daarin een houten loper. Die zo gaat lopen en ook helemaal door naar de achterkant van de tuin. Zo krijg je optisch echt heel veel ruimte in de tuin. En dan hier in het grote gedeelte komt het terras. Hier komen zwarte tegels te liggen, dus de houten vlonder die verdwijnt. En dat wordt dan dus het houten looppad. Hierachter komen dan dezelfde zwarte tegels te liggen met dan nog de schaduwdoeken en de jacuzzi eronder. En om jullie een beetje een idee te geven, dit zijn de materialen die we gaan gebruiken. Dit is de houten vlonder die we uiteindelijk hebben gekozen. Die andere twee zijn staaltjes die we binnen hadden gehad om te kijken wat we mooi vonden. Maar dit is de kleur die het gaat worden. Dit wordt het grind. Het is zand gemengd met wit grind. En dit was even gewoon voor de zwarte tegel, zodat je een beetje een idee hebt. Dit is gewoon een kandelaar. Maar dat je een beetje een idee hebt van hey, hoe gaat dat er nou uitzien bij elkaar. Oh jongens, de loungechat is binnen. Hij is echt super groot. En zo gaat hij eruit zien. Oh, dit wordt echt heel tof. Vandaag maandag 16 juli en morgen gaan ze beginnen met onze tuin. Super spannend. Morgen komen ze alles opschonen en gaan ze alles leegtrekken en gaan ze vanuit daaruit de nieuwe tuin opbouwen. Onze woonkamer staat inmiddels vol met tuinmeubelen. Dus het is hier binnen hartstikke gezellig knus. Ik zal jullie even laten zien hoe de tuin eruit ziet helemaal als het leeg is. De jacuzzi staat er nog wel, want die gaan we zo meteen laten leeglopen. Zoals je ziet is de vlonder ook wel echt aan de vervanging toe. Die is zelfs aan het afbreken hier. En dan wil ik even vanaf hier binnen op onze loungechat de eerste tuinvlog afsluiten. Ik hoop binnenkort jullie snel weer een nieuwe update te geven met nieuwe beelden. En hopelijk ook al met de allereerste beelden dat de tuin af is. Dat zou wel echt heel fijn zijn. Zeker met het mooie weer wat er nog aankomt. Bedankt alvast voor het kijken. Tot de volgende!